Ars staat er al. Dat is dus de luchtmacht. En Suk verlengt en Bijl haalt hem weg van de lijn. Stam brengt terug. Goed bij op 3-0. Mooie goal van Joey Suk. Matic. Nou, Ars. Daar is Ars. En daar is de goal toch. Omdat Suk heel attent is voor de rebound. En zo krijgt NAC de goal. Hier zijn er wat van Den Bosch voor de bal. Hier is Matic. Die gaat het zelf proberen. Matic is geen slechte keuze. Want hier de opening bij. Maar zonder geluk vaart niemand wel. Langs. Dat is voor deze ballenvaars. Het is klaar. Het is de 2-0. In Breda volgend jaar niet meer gesteld wordt. In Breda hopen ze natuurlijk gewoon dat er weer Eredivisie voetbal te zien is. Nou, Suk nog met het slotakkoord. Nee. Heeft de eerste keus. Duitsland bij een weg. De bal blijft hangen. Zit erin. Via Suk. Het staat 1-0 voor NAC tegen de verhouding in. Maar wat zal ze een zorg zijn in Breda. En Suk. Goeie bal van Suk. Verbeek. Het geloof in zichzelf en moet uiteindelijk genoegen nemen met een doeltrap. Gelijk naar voren, maar Ars komt. En schoon. De bal doortransporteert, komt bij Keizer.